De volgende twee stellingen zijn voor jullie. Tino, hou je rustig, jongen. Je droomt alleen tijdens je remslaap en trainen van de bekkenbodemspieren verbetert het vrouwelijk orgasme. Waar of niet waar? Die onderste is waar. Ja? Nee. Deze? Blijf proberen. Nee, 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 nee. Tino, hou nou, Tien! Kom op nou! Tino! Och, och, och. Jij hebt ook geen kans weg. Wij staan op, wij staan op min 12 orgasme. Nu. Ik heb nog wel hartslagen gehad. Je hebt nog 37 hartslagen over. Wat betreft die remslaap, dromen doe je gedurende heel je slaap. Maar dromen zijn tijdens je remslaap wel intenser. Dus wat dat betreft klopt dat. Wat zijn we slecht. En over dat vrouwelijk orgasme valt mij een klein beetje van je tegen, Samantha. Want als je namelijk je bekkenbodemspieren gaat trainen, dan heb je de kans dat je die minder flexibel maakt, waardoor het orgasme juist minder intens wordt. Nooit meer vergeten. Nou, fijn om te weten. Wisten jullie dat? Ja. Jullie zitten op rozen. Ja. Jullie hebben nog 89 hartslagen. Jullie hebben nog 37 hartslagen. De volgende twee stellingen, Isa en Medina, concentreer je, zijn weer voor jullie. Van energiedrankjes word je meestal juist moe. En zonnebrandcreme vermindert je vitamine D aanmaak. Ja. Heel goed. Heel goed gedaan. Het klopt inderdaad, van energiedrankjes die zitten vol met suiker en cafeïne die je kortstondig een oppepper geven. Maar als je ze te vaak gebruikt om je vermoeidheid te onderdrukken, dan raak je uiteindelijk oververmoeid. En zonnebrandcreme vermindert inderdaad je vitamine D aanmaak. Want eigenlijk smeer je een klein beetje je huid dicht. Het vermindert je aanmaak zelfs met 95%. Dat wist ik niet. Wauw. Goed gespeeld. Wat is gezond en wat juist niet? Van snotneus tot fobie en van extra hoog tot calorie. Je ziet het allemaal in de liveshow.